als er een gat dicht moet gereden worden, dan zullen de jongens er wel opdracht geven. Maar het moet wel even gebeuren. Dus dat is dan soms even anders denken dan wat de rijder ook denkt. We zagen dat de hoofdscheidsrechter Koos Feiken de losse ronde deed. En we gaan het algemeen klassement er even bij trekken. Want de man in het oranje, leider in het algemeen klassement, is Evert Holwerf van Royal Ewer. Heeft 2 wedstrijden gewonnen. 2-2, 60,2 punten. Aan de tweede stek gaat Crispin Adiens namens OK Fashion & Jeans met 49 punten. Dan 3 Robert Posterman uit Groningen namens Bouw en Techniek met 39 punten. 4 Simon Schouten van Royal Ewer. En 5 Erik Jan Kooijman van AB Transport. Dat zijn de eerste 5. Holwerf rijdt ook in het witte pak. Maar ja, het is een beetje lastig rijden met 2 pakken tegelijk aan. Tweede staat daar Niels Overvoorde, de man van de Seaport of Amsterdam. Holwerf heeft 60,2 punten voor de witte trui. En Niels heeft er 11. Dus ja. Hij mag hem wel hij mag hem dragen. Ja, nou, hij is wel heel knap van Niels. Want Niels komt natuurlijk van de beest. En die is nu met 2 wedstrijden, of nu op de 3e wedstrijd, is hij dus al in het witte pak. Dus dat betekent dat hij een goede overgang heeft gemaakt van de B naar A. We gaan dat allemaal rustig bekijken, want het is nog ver zoals dat heet. Met de Holwerf, daar met Jordi Bergsma die zich erin weet te melden. We hebben Daan Westerman, Peter van der Pol, Ingmar Berga en Bart Mol. Dat zijn de mannen die wat voorbij komen. Wat ons doet goed trouwens, wat mij doet ontwaarden. Want normaal ben ik gewoon speaker dat Andries Nieuwenhuis ook op de tribune zit. Andries die toch getroffen is door ziekte en herstellende is van die ziekte. Het is hartstikke tof dat Den Andries er weer is. En we hopen dan dat hij volgend jaar gewoon weer op de Wijze Zee zijn markante stemgeluid kan laten horen. Ik zit er al op te wachten. Ik ga dit jaar ook naar de Wijze Zee als fysiotherapeut bij Bouw en Techniek. En zijn stem is natuurlijk verbonden aan de Wijze Zee. En spielplatz der Natuur is zijn kenmerk daarin. Prachtig mens. We gaan kijken. De mannen van AB Vakwerk is tenslotte de AB Vakwerk Marathon. Het is leuk dat hospitality er is. We hebben ook Royal Ewer die met veel gasten zijn. Met heel veel kleine kinderen die met allerlei spandoeken staan. Ik kon het net niet lezen wat erop stond. Maar vanaf volgende week is dat anders. Ik krijg andere glazen in mijn bril. En we hebben ook de mannen van OK Fashion & Jeans die met veel gasten zijn. Dat is leuk. De mannen van Bouw en Techniek die een uitstekende wedstrijd op de mat wisten te leggen in Amsterdam. Waar de altijd sympathieke Belg Bart Swings zich verontschuldigde. Dat hij het eigenlijk moest afmaken met die ploeg. Ja. Nou, zijn nu bezig, hè? Ja, absoluut. Ja. Ik heb met Ron gesproken, de ploegleider, Ron Nijman. En die zei, nou, vanaf ronde 2, dan klappen we erop. We gaan er een zware wedstrijd van maken. Nou, hier rijdt Remco Schouten meteen vooraan. En die geeft gas. Want ze zijn gebaat bij een zware wedstrijd. Bart Swings kan er wel een goede sprint rijden, maar het liefst in een uitgedunde groep natuurlijk. Jordi-Jan Jorritsma gaat mee, Willem Holwerf junior gaat mee, Bob de Vries gaat mee. We hebben er dus 4 mannen. Ik verwacht echt een gekhuis hier. Ja, absoluut. En als je nu Bob de Vries rijdt, dus op weg met Remco, dat zijn natuurlijk 2 bekenden nu van elkaar. Vorig jaar met het Nederlands kampioenschap marathon reden ze met z'n tweeën natuurlijk rondes achter elkaar vooruit. En nou, als die meteen aan de slag gaan, dan ben ik benieuwd wat het wordt vandaag. Maar het wordt, vorige week was het behoorlijk een chaotische wedstrijd. Ik verwacht dat hier ook. Ik verwacht hier dat de mannen krijgen met 2 ronden voorsprong, met 1 ronde voorsprong. Dat er 1 grote gekhuis wordt. Het is lastig voor de jury. Het is lastig voor de scheidsrechter. Want er is veel commentaar ook op Facebook en dat soort dingen. Maar het is ongelooflijk moeilijk om dat te zien en om te blijven waarnemen. En het zijn ook maar vrijwilligers. Ja, dat ben ik met je eens. Maar ze kunnen het natuurlijk wel een stukje professionaliseren door de rondetijden ook bij de jury of bij de scheidsrechters ook te laten zien. Ze moeten het nu allemaal nog op het oog doen en dat kan beter, vind ik. Hè. Wij hebben nu een beschikking over rondetijden. Kunnen we kijken wat die transponders doen. En dat is een kleine ingrijp natuurlijk om daar ook dezelfde iPad neer te leggen. Ja. En ook te kijken van wat er gebeurt. En aangezien KPN sponsor is, moeten ze eigenlijk allemaal gewoon zo'n mobiel hebben waar je dat gewoon op ziet. Goed, we hebben het opgelost. Helemaal goed. We zagen Willem Holwerf junior, Jordi-Jan Jorritsma, de man uit Appelscha. Mooi om dat te zien en we zien al die internationale mannen ook meedansen. Chloe Björnsson, de man uit Noorwegen met 117. Hij is achterin aan het rijden. Dat is heel bijzonder dat het allemaal hier gebeurt. En natuurlijk zijn er ook veel fans, want dat blijft natuurlijk een grote manier voor Sven Kramer. Ja, absoluut. Ja, er zijn meerdere natuurlijk. Hè. Sven doet nu mee. Ik heb van Jan Blokhuizen zo meedoen. Ik zie hem nu rijden. En ik zie verschillende Denen, Italianen. Dus ik vind het leuk dat ze meedoen. Ze rijden wel stijf achteraan, dat ziet u niet. Maar nu zijn ze mooi achteraan. Nou, we zijn toegekomen en dachten het is Maastricht en 16 rondjes.
zagen ze 125. Het is nu 116 trouwens, dus wie weet komt er nu wat in beweging. Goed, we zien een stereoaanval, zoals dat heet. En dat betekent dat de mannen van bouw en techniek in die markante geel-rode pakken op avontuur gaan. En dat gaan we dan doen met Robert Post en Mats Stoltenborg. Ja, heel goed. Jorrit, Simon gaat het gaat meteen ook weer dichtrijden. Die jongens van Ewer die willen natuurlijk alles wel een beetje bij elkaar houden. Kijken of ze even de Arjen weer in stelling kunnen brengen. Misschien wel weer in een uitgedunde groep, maar ze zijn er ook niet vies van om de laatste tijd heel hard aan te vallen. Maar dat vinden ze het mooist en dan wordt het wat uitgedund. Kijk, Simon gaat weer overeind. Gaan eens kijken wat er nu gaat gebeuren. Rondetijd van 27 blank, hè? Goeiedag. Ja, we gaan kijken naar de groene van daar. Dus, kijk, de tijd staat hierop, hè? Met een 31,7 gemiddelde 45,3. Op de ronde wordt 10. En dan zal weer achterhaalde informatie. Kunt u nagaan hoe snel we dat allemaal gaan zien. Willem Holwerf junior van AB Vakwedek. Kijk. Dat is 2 jaar geleden natuurlijk Nederlands kampioen de Maastart. Het is wel een kind van Eendijk. Een neef van Evert Holwerf, ja, dat zijn wel mannen die van werk houden. Ja, absoluut. En Evert is dan nog even de lange baan in geweest voor het seizoen. En toen was het weer lastig voor hem om een beetje terug te keren in de marathon. En heeft een paar wedstrijdjes meegedaan. Maar nu weer vol in de marathon. En hij doet het goed bij AB Vakwerk. Ja, we zien nu Bakmol, die ook op de lange baan de aspiratie had, ook uitstekend presteerde vorige week. Ja, absoluut. Ja. Bart die is er al een paar jaar, die 5 kilometer doet hij heel goed mee. Elke keer mag hij meedoen aan een NK. En rijdt hij een week onder 6.30. En hij heeft een tijdje gehad dat hij tegen de barrière aan zat van 6.30. Maar heeft hem in de tijd, de bouwtechniek heeft hem geslecht. Dus hij doet het goed. Hij doet het goed. Jorjan Jorritsma is de man die zich voorin weet te melden. Samen dus daar die mannen, dat met die satellietploeg van AB Vakwerk is dit. Hè? Dus dan is het wel goed om dat even in de gaten te houden. Want we hebben dus met satellietploegen te maken. AB Direct is dit. Dus we hebben AB Vakwerk, AB Direct. We hebben ook nog AB Transport. Helemaal AB Zeewerwerk. En daar gaan we andermaal een aanval zien. En meldt zich Remco Schouten. We zien daar in de contra-attack, zoals dat zo mooi heet, Ingmar Berga, de man van OK Fashion in dienst. En ook Marco van der Tuin meldt zich daarvoor in. En dat is mooi, weer een nieuwe naam. Ja. Marco van der Tuin van het team van Bouwselect. Ja, Douwe de Vries ook mooi voorin. Die heeft ook wel plannen. Maar kijk, we zijn nog vroeg in de wedstrijd. Iedereen nog fris. Die ronde 27 worden gewoon nog gemakkelijk gereden. Dus we verwachten nu nog geen grote ontsnapping. Maar dan moeten ze zelf 25ers gaan rijden om weg te rijden. Maar dat gaan ze nu niet doen. Met Jorrit Bergsma, Robin Snoek, Robert Post, Christian Hoekstra. Christian Hoekstra, die dan Ruud Borst 2.0 wordt genoemd in de peloton. Omdat hij net zo lang is als Ruud Borst. Kijk. Christian Hoekstra. Ja. En Ruud Borst is vanavond scheidsrechter. Dus dat is ook allemaal mooi. Om die mannen daar eens zien. Hij loopt nu met een scheidsrechter in de jas aan. Ja, klopt. Ja. Nou, Ruud Borst heb ik dinsdag even mee gereden. Kijk. Komt, buiten beeld komt Ewer aanvallen. Let op. Ja, dan zit daar Evert Holwerf die naar buiten komt. Komt zo bij u in beeld hoor. Echt waar, we moeten echt op letten dat we dat beeld blijven kijken. Hier komt die oranje. En daarachter zit die man van Lotte Jumbo, dat is Chris Huizinga. En dat is een manneken. Dat is op inline sterkte een cowboy. Wereldkampioen bij de junioren. Het maakt hem allemaal niets uit. Op de lange baan is hij bij de ploeg gehaald. Maar dit is een man met de pijl houden. En Holwerf die denkt, hey, met die Huizinga kan ik het wel vinden. Ja, dit is een leuk stel hoor. Ja, dit gaat goed. Dus, en nu zie je meteen AB Vakwerk reageren. Die denken, nou, dit moeten we niet te ver laten komen. Want hun kopman, Gerry, zal mee moeten. Gerry heeft nog geen podium gereden. Ik denk dat hij wel een beetje zenuwachtig wordt in de ploeg. Die denken van, wat gebeurt er? Het zou heel mooi zijn voor hun natuurlijk dat ze vandaag ja, het kan morgen bij de familie Holwerf aan de koffietafel. Het kan wel een momentje zijn, want neef Willem gaat achter neef Evert aan. Maar goed, dat maakt ze allemaal niets uit. Het is sport en het is sport, want we zien het ook heel vaak met de gebroeders De Vries bijvoorbeeld. Die schuwen elkaar ook niet. Dat is mooi, dat is sport. Nee, klopt. Die Bart en Bob De Vries bedoel je dan? Nou, joh, die kunnen elkaar zijn bloed wel drinken in de wedstrijd. Maar ik weet niet hoe thuis in de thuis is. Maar, nee, volgens moeder De Vries gaat het heel goed. Ja. En de Holwerf hebben al een leuke dag, want hun favoriete club Spakenburg heeft vandaag gewonnen. Dus dat kan allemaal niet mis. We gaan dus even kijken. Want we weten dat Kaas Jansman
En dat is een man die dus uit de opleidingsploeg van Bouw en Techniek komt. Die een uitstekende wedstrijd reed in Amsterdam. Okay. Verrast werd doordat we zagen dat Simon Schouten binnendoor kwam. Daar schrok hij eigenlijk van. Hij reed op zijn punten. Het kwam te val. Maar dat is een man die me hard gestolen heeft. Ja, absoluut. Die zat er meteen bij. Eerste wedstrijd. Je komt voor de beest en je komt bij de aas. En ik denk, nou, normaal gesproken kijk ik de kat even uit de boom. Maar hij zat meteen in de kopgroep. In de chain misschien zat de kopgroep. En hij viel daar. Maar heel knap. Vorige week in Leeuwarden ook gewoon netjes gereden. Dan dat je denkt van, er zit meer in. Hij moet nog wat slimmer worden. En dan komt hij verder. Met Mats Stoltenborg, Bart Mol, Ronald Kruijer, Frank Vroegdeel, Sjaak Schipper, Daan Besterman, Kars Jansman en Niels Muziek. En daar sluit aan Andrea Giovannini. En dat is een Italiaan. Dat is niet een Italiaan die alleen op de schaatsen wat kan, maar die kan heel veel op de inlineskates. Dat is een man die we dus in een marathon met inlineskates ook hebben gezien in Nederland. Dat is een fenomeen hoor. Ja, nou ja, volgens mij wil hij heel graag die Masters gewoon goed rijden. Hij heeft vorig jaar volgens mij toen ook een Marstart gewonnen, dus is hier mooi aan het trainen. Ja, of dat Marstart gebeurde, ik denk toch wel dat ze vrij mag zijn na afgelopen weekend. We hebben heel veel marathonjongens die daar aspiratie voor hebben, maar dat kan voor mij gewoon een streep doorheen. Ik denk gewoon dat Geert Kruiper Bergsma heeft, die heeft Sven Kramer en heeft nu ook Koen Verwij. Nou, dan is het klaar toch? Ik denk het ook. Gary had belang om daar nog heen te gaan, maar ik denk nooit dat hij via die prestatiematrix op alleen de Marstart omheen daar mee toe kunt komen. Dus je moet gewoon een goede 5 of een goede 10 rijden. Je moet daar al zijn, want anders dan kom je niet aan de start van de Marstart. De Geddies, de Everton, de Arjan Schietinga's, al die mannen jongens, vergeet het, forget it, laat het los. Ga je concentreren op de marathon. En we weten ook dat er een stedentocht staat gepland. Ja, zeker. Toevallig hebben we het erover. Zeker. Goed, we gaan eens even kijken. Want Jorrit Bergsma daar en Erik Jan Kooijman. Dat is een man naar mijn hart, hè. Want hij gaat gewoon World Cup rijden. Ja, de Kooijman. Ja. En wat dacht je van Jouke Hoog? Je gaat ook gewoon mooie World Cup rijden. Dit is ongelooflijk. Fantastisch mooi. Wel heel sneu trouwens voor Mats Stoltenburg wat daar gebeurde natuurlijk. Ja. Mats heeft gewoon in tijd was hij gewoon sneller dan Jouke Hoog. Ja, hij had gewoon slechte wissels. Dat nekte hem en daardoor werd hij gedisqualificeerd. Hier gaan we zien de man van Lotto Jumbo met Douwe de Vries daarachter. De man die tweede staat in het KPN Cup klassement. Daar hebben we het over niemand meer dan Crispijn Ariens. Ook hij meldt zich daarvoor in. Monsieur daar gaat zich even langzaam naar voren rijden. Zo schuift alles weer een beetje op. We zijn op 101. Wanneer het rondebord op 100 staat, dan mag er verzorgd gaan worden. Dat is mooi van jongens. Meestal krijg je snel een droog mond, dus het is wel lekker om even wat te drinken. Is dat een hint? Is dat een nee, hint? Ja. Hoe kunnen we? Gaan in ieder geval, als u net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. We zijn 25 ronden hebben we gehad. Niet al te veel spannende dingen zijn er tot dusver gebeurd. Kan ik u een korte samenvatting meegeven. Wat wel leuk is dat er een groot internationaal deelnemersveld mee is. Ja. En ook dat alle lange baanschaders van Lotto Jumbo aan het vertrek staan. Ja, we moeten nu opletten, denk ik. Want er gaat een stapel wat te gebeuren. Bijvoorbeeld Torst in de aanval, samen met de Spijnariërs. Daarachteraan Douwe Vries. Erik Jan Kooijman. Robert Post, met Jorrit Bergsma, met Douwe de Vries, Johan Knol, Erik Jan Kooijman, Marcel van Ham, Daniel Miro. Ja. Dat is een man die dus opgehaald is door de mannen van AB Vakwerk. Ja, klopt, die gaat nu aansluiten bij de groep. Twee man van Bouw en Techniek, eentje van EWR, eentje van AB Vakwerk. Twee van, ben benieuwd. Ik denk, kijk, je ziet nu in het peloton zien we Bob op kop, want er is maar één van EWR en dat is onvoldoende voor hun. Zo kunnen ze niet winnen. Nee, en ook de Haan Westerhof had een slag gemist met daar zich meldend natuurlijk Bert-Jan van der Vlucht. Vorige week uitstekende prestatie van de geesten van de mannen van de Haan Westerhof. Want hij was eigenlijk van plan om bij de belofte te gaan rijden. Ja, zeker weten. Ik verbaasd over Leander van de Geest. Ik had even gesproken met Erwin Mazur en die zei, Leander vervangt mij. En die is nog steeds goed hoor, die let maar op. En hij heeft echt niet gelogen, hij reed echt heel goed. Dus dat is echt knap van hem om toch met een volledige baan meer dan 40 uur werken. Eigenlijk moet hij gewoon een hele goede sponsor vinden en iemand in dienst nemen en dan nog een keer gaan starten. Want hij heeft het echt wel, hij kan het wel.
Nou, de Vries zagen we een paar keer sleuren aan de kop van de peloton. De man van Lotto Jumbo heeft natuurlijk een ongelukkige gebeuren gereden. Die zou dus zeg maar, de komende weken zich gewoon lekker op de marathons moeten gaan richten. Ja, Douwe rijdt nu. En wat ik van hem begrepen heb, is dat hij volgende week weer rijdt. Want ik heb gisteravond even WhatsApp contact gehad met Douwe. Douwe zei, ja, ik rijd nog een marathon. En dan gaan we nog gaan trainen in de zon. En dan hing het van een aantal factoren af van wat hij ging doen. Dus ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Bumjansson Norgen, de man uit Team Z Noorwegen. Hij gaat straks de wedstrijd verlaten, want hij rijdt op grote achterstand. En we gaan dus langzaam maar zeker zien dat ook de ooievaar uit Amsterdam zich meldt. Hè. We hebben het er net over gehad, die man met die markante slag. Hè. Een sportman naar ons hart. Ja. Het over Jouke Hogeveen. Daar zien we hem in beeld. Heel fantastische vent. Ik heb hem met hem in de ploeg gereden in de tijd van... Dan gaan we 7, 8 jaar terug. Schoenen, we hadden nog een sponsor. En Jouke ging daar zijn eerste natuurwedstrijd erin winnen. En hij had gewoon ruzie met Tristan Wang, volgens mij was dat nog. Die was verschrikkelijk boos. Die wou hem van het podium afslaan, want die was aangesloten. Dus hadden we niet op hem gewacht en toch aangesloten. En had de hele tijd net geen kop meer overgenomen. En totdat de finish in zicht had, ging Jouke ineens keihard sprinten en die won de wedstrijd. Dus Tristan was verschrikkelijk boos. Dat is echt mooi te zien. We gaan het allemaal meemaken en zien. We hebben dus 94 ronden op het bord. Voorlopig alles bij elkaar. De mannen van Royal Ewer willen het gaan proberen. En dat gaan ze dan doen met Arjan Strutiga. Met Musi die daar achteraan komt. Dan Niels of Max Stoltenborg. Christen Arius, Willem Holwerf, Andrea Giovannini. Jorrit Bergma. Als ik het zo zie, Robert Post, Mark Brugging en Douwe de Vries. En dat zijn 11 mannen bij elkaar. Maar nu komt het weer bij elkaar en binnendoor zien we een bouw en techniek. Ja, absoluut, bouw en techniek weer aanvallen. Dat is toch echt een stempel die Jeroen de Vries vorig jaar opgedrukt heeft. En nu gaan ze onverminderd voor. Nou, we dus een nieuwe deelnemerslijst hebben ontvangen van de dame die dat rondbrengt hier. Dat is jouw vrouw, begrijp ik? Dat is mijn vrouw, ja zeker. Ja. Die is runner, zoals dat heet. En die heeft nu de hele tribune en ik denk dat die vanavond wel rustig met de beentjes op de bank gaat zitten. Dat denk ik zeker, ja. We gaan zien, we hebben een groep daar voorin. Die staan vooruit dankzij de bemiddelingen van de mannen van Bouw en Techniek. Gaan ze kijken, gaan ze loeren, komt er achter wat vandaan. We gaan dus inderdaad zien met Post, Hekman, Bergma, Brugging, Douwe de Vries, Sjoerd den Hertog. De aansluiting wordt gezocht door Bart de Vries, Frank Vreugdeneel en Willem Holwerf. Het is voor het eerst dit seizoen dat hij uit zijn hok komt. Frank, wie bedoel je? Gary, ja, dat is heel fijn, want Gary moet wat presteren. En het is mooi dat hij een keer in de kopgroep zit, dus heb je goed gezien. Gary Hekman die dus de koers nu op de schouders gaat nemen in de AB Vakwerk Marathon. Ja. Met Douwe de Vries daar, met natuurlijk Robert Posten. Die ook dijk van wedstrijden kan rijden. En ook hij schuurt tegen die top aan. Ook hij staat op doorbreken. Absoluut. Robert Post die ontwikkelt zich wel hoor. Ondanks dat hij niet de wedstrijd nog gewonnen heeft. Maar zie maar eens hoe hij is gaan rijden in de afgelopen jaren. Van eerst gewoon meegaan en kijken hoe ver je kon komen. En dan een goede uitslag rijden tot nu. Hier kijken, dat zie je nu weer pas. Hij sleurt eraan en geeft gas en vol rijden. Dus hij heeft stappen gemaakt. Ik vind hem echt veel sterker geworden. Ik hoop echt dat hij een mooie uitslag gaat rijden dit jaar. Simon Schouten onderkent het gevaar. Maar heeft dan direct weer een man van Bouw en Techniek aan boord. En die schuiven dan op. En dan zouden ze betekenen dat ze met 3 man in de voorste gelederen zullen gaan rijden. Waar we dat allemaal mee gaan maken. Weten we dat de Bouw en Techniek formatie, of de AB Vakwerk formatie, de Groene, nu gaan koersen zoals dat zo mooi heet. Dan is het Vreugdeneel en Hekman. Dat zijn niet de 2 minste. En dat tempo gaat echt naar boven. We gaan met een rondetijd van 28 komt naar 2. Gaan we rijden. En het hele peloton wordt een soort gatenkaas. Een luxaflex. Ik heb het vast doorheen kijken. Kijk eens wat er achter gebeurt. Ingmar probeert het gat dicht te rijden. Maar Ingmar heeft het gewoon zwaar om het gat dicht te rijden hoor. Dus kijk, we gaan wel heel harder dan 28 rijden. Flink doorpeten.
Nou, dat zijn van die momenten dat het gaan knappen en breken. Kijk, het is daar Arius. Die geeft dan Vreugde een klein setje. Die heeft er zin in. Kom maar, kom maar. Die voelt dat er wat te halen valt, Chris van Arius. Ja, klopt. En voorin wordt afgestopt door OK. Dus gaat voorin mag er wat gebeuren. En ook Leander van der Geest meldt zich daar weer langzaam maar zeker voor in. Ja, slim. Het is toch slim dat te doen? Ja, daarom is het over als ploeg. Ja, die moet gewoon kunnen profiteren van de grotere ploeg. Gewoon meesluiten. En het stuurwerk aan andere overlaten. Dus kijk, Bart Swings op de achtergrond die wil ook nog mee. Dus die gaat er nu ook nog heen rijden in zijn eentje. Ja, over sympathieke sportmannen gesproken, dat is wel een hele bijzondere. Hè. Die worden niet zoveel gemaakt hoor, die Bart Swings. Dat is een heel fijn mens. En dan zien dat er wat aanwijzingen wordt gegeven. Meldt zich daar ook voor in. Daar hebben we dat mooi om te melden. Om te zien Jan Blokhuizen. Blokkie, ook hij met 105. Nestelt zich nu daar in tweede positie. Ja, hij kan dit ook wel. Hij heeft natuurlijk vroeger ook geskielerd. En een paar jaar terug toen ik ook nog schaats heb ik hem ook wel meegemaakt in de marathon. En dan deed hij ook gewoon mee en kon hij het ook wel prima volgen. Dus mooie training. Rijdt dus aan de leiding Jan Blokhuizen. Dan zien we dat Arjan Stoetinga het over gaat nemen. Dan zitten twee mannen van OK Fashion and Jeans daar met Marcel van Ham. En Crispin Ariens daarvoor in. Dan zitten we achter Simon Schouten gewoon te kijken. En we zien al dat het begint te piepen en te kraken zoals het zo heet bij de peloton. Dat zien we niet op beeld, maar zo'n kamer die dicht even het gaatje. Die denkt, hier moet ik ook bij zijn. Komt Jan, komt Jan. Ja, daar komt hij kijken zo. Doet hij even makkelijk hoor. Ja, die kan wel een beetje schaatsen die zijn kamer. Ja, zeker. Zeker in zo'n wedstrijd. Hij rijdt vaak op achteraan en dan kijkt hij de kat even uit de boom en denkt wanneer ik gas moet geven, dan kom ik wel. En nu denk je, het zijn wel heel veel goede jongens daarvoor. Laat ik ook even meegaan. Ik weet zeker dat hij dit leuk vindt. Ik denk het ook wel. Hij houdt er van wielrennen, dus dit spelletje dat moet hem liggen. Ja, en het zal goed zijn als hij straks, wanneer hij al die plakken heeft, dat hij zegt tegen Pyeongchang, Changpyeong, Changpyeong, dat hij zegt van nou, het is wel goed dat het langer waar gebeuren. Ik ga een ploeg oprichten en ik ga me helemaal focussen op de marathon. Ja, dat zou een droomscenario zijn toch voor de marathon. En zou het heel veel publiciteit opleveren. Ja. En een mooie wedstrijd denk ik ook. Voor kort denk ik, want er is maar één manier om deze sport gewoon helemaal de publiciteit te krijgen. En dat is... In februari Delfstede toch, hè? Zoiets. Goed, we gaan zien. Bouw en techniek dus. We hebben mannen die het willen gaan proberen. Max Stoltenborg, die dus in shape is. Hebben we vorige week kunnen gaan constateren. Ook hij doet dat voor elkaar. Het zijn allemaal wel, jij bent fysiotherapeut, bij die mannen van bouwen techniek. Als ik dan Post heb en Stoltenborg, zijn wel een beetje dezelfde type mannetjes. Van die minnetjes zijn het. Het zijn geen jongens met heel veel dikke spieren bovenbenen. Het zijn allemaal gespierde spijkers. Zeer goed in conditie. En die kunnen dit werk prima aan. En, er zit een andere jongen bij, die zie je nog niet van voor. Jordi Haring, die heeft een heel andere bouwen. Maar die moet je gewoon op natuurrijs zetten. De Nederlands kampioen inline skaten, de man met de Ralf Veen. Nou, als je die op natuurrijs zet, die heb ik twee achter elkaar nu echt zien gebeuren. En we gaan ook zien dat het gebeurt in de wedstrijd. We gaan zien dat het helemaal uit elkaar knalt. Erik-Jan Kooijman, Robert Snoek, Andrea Giovannini, Niels Mezu, Mats Stoltenberg. Met Soeten Hertog, Jorrit Bergsma en Ronald Kruijer. Dan hebben we daarachter Bob de Vries, Robert Post, Pim Casimir, Niels van Overvoorde, Jan Blokhuizen, Christophe Hendricks die het gaat proberen. Johan Knol, Frank Vreugden en Crispijn Ariens. 17 man. Ja, dit is echt een groot groep. We zien nu Niels met Jure natuurlijk op de Mats Stoltenberg erachter. Gaat goed komen. Hebben aangesloten ook Knol, Berga, Schouten, Van Ham, Hoekstra, Borsten, Alexis Contain. Ja, het nadeel van zo'n grote groep is dat zo'n samenwerking natuurlijk lastig is natuurlijk. Je ziet een aantal mensen die willen profiteren, een aantal mensen die willen natuurlijk gas geven. En dan wordt het altijd lastig. En nu zie je ook echt 1, 2, 3 man van bouw en techniek naar komen. Dat is natuurlijk een beetje op de hand van bouw en techniek. Dus dat moet ik maar even vergeven. Maar er komen een aantal mensen komen weer aansluiten. Dan knippen ze het misschien straks wel weer uit. Wat ik wel zie is dat ook het oranje nu naar voren is gekomen. Ja, ja. Even het Holwerf namens Royal Ewe. Absoluut. Douwe de Vries zit erbij.
Maar het is opletten geblazen. Gio Vannini ook daar voorin. Hè. Kijk, de Italiaan die daar gewoon meedoet. En we zien dat het peloton weer samenkomt. Aan de voorkant gaan we zien dat er weer mensen, ik moet het zo zien in beeld. Kijk, die gaan het proberen. Daar in de bocht zitten die groep. En daar zit het peloton. Dan lijkt het een versmelting te komen. Aan de voorzijde heb ik een aantal mannen. Ik heb er 10. Ja. Mats Stoltenborg, Andrea Giovannini, Jorrit Bergsma, Soeten Hertog, Simon Borsen, Niels Messu, Frank Vreugdenel, Ingmar Berga, Jan Blokhuizen, Robert Post. Dat zijn die 10 die op dit moment vooruit gaan. Dan gaan proberen bij te sluiten Bob de Vries en een man van de Haan Westerhof. Die gaan we zo in beeld zien. We gaan ons concentreren aan de voorzijde. Kijk, bovenin hebben we die aansluiters treffen. En dat zou dus betekenen dat we 12 man hebben. Ja, ik weet niet van de transport. Het is Bob de Vries en Ronald Kruijer die erbij gaan komen. We hebben op dit moment 6 seconden voorsprong op het peloton. En die rijdt vanaf stek 13. We zijn in de nog 76 ronde te doen. Bijna terugblik. Wedstrijd stil, met een tweede groep gezien. Nu krijgen we 12 mannen aan kop. En die lijken elkaar te kunnen vinden. En dat houdt dus in de City nu dat het peloton gas moet geven. Ja, het peloton gaat gas geven. Er is een beetje van de paardentechniek. Roem en Snoep. Gaat er achteraan. Voorop. Dat staat natuurlijk ook niet stil. Die gaat het gas geven. Dan moet je me even uitleggen. Ik zie daar dus die groep waar, waar we dus 2 mannen hebben van Bouw en Techniek. En dan zie ik Bart de Vries en Robert Snoek daar proberen toch dat peloton dichterbij te brengen. Wat is daar het nut van? Ja, kijk, er zitten 12 mannen voorin. En ik denk dat Ron graag 3 mannen op 12 wil hebben. Dus moet er gereden worden. Dus, ik denk dat hij een startje heeft gegeven om aan te gaan rijden. Want Bouw en Techniek zal dan niet zeker genoeg zijn om deze kopgroep rond te krijgen en dan ook te winnen. Dan houdt dus in dat de mannen van AB Vakwerk nu Bart Mol naar voren sturen. Want de groenen, die eigenlijk een thuiswedstrijd hebben, want het is de AB Vakwerk Marathon, die hebben dus maar 1 man voorin zitten. Ja, die moet aan de bak. Die moet aan de bak. Zeker, we hebben ook nog Frank Veugler voorin. En dan gaan ze niet de wedstrijd meer winnen, denk ik. Dan moet het al heel gek lopen. Dus Gary moet voorin komen. Daarom gaan ze nu rijden. De wedstrijd staat echt op kantelen. We hebben op 73 ronden. We zien hier op de baan, op het scherm kunt u het ook zien. Het is een chaos. Als u nu zeg maar, net met uw bakje koffie de kamer in kan lopen, dan wordt er hier gebeurd. Nou, voorlopig is er nog niets gebeurd, maar de wedstrijd staat wel op ontploffen. Het is 1 grote gratenkaas. En dit is dus het gevaar en ook het mooie wat er is. Dat je straks mensen gaat lopen. En dan krijgen we weer hetgene waar ik persoonlijk echt een hekel aan heb. En dat is? Het afzakgebeuren. Het afzakgebeuren, ja. Ja, het kan gebeuren natuurlijk. Afzakken vind ik, moet je een café doen. Ik vind dat je dat net zo moet organiseren als bij wielrennen. Patrick Woest gaat de wedstrijd verlaten. Dus als je dan wil demareren, ga dan eerst vooruit en ga dan van achteruit proberen aan te pikken. Maar goed, dat is mijn mening en die mag ik ook vertellen. Goed, we gaan zien dat daar de Vries is met Bergsma die het willen gaan proberen. Jan Blokhuis meldt zich ook. Andrea Giovannini meldt zich daarvoor in. Maar op dit moment zien we het rood, wit en blauw van Bob de Vries, ja zeker. Die heeft er zin in vandaag. Dit is ook net echt de wedstrijd die hier graag wil rijden. Gewoon continu aanvallen, kijken wie er overblijft. Sterkste mannen die moeten nu boven komen. En in de achtervolging Remco Schouten en Mats Stoltenborg. En daarachter weer Jorrit Bergsma met die actieve Italiaan Andrea Giovannini. Ja, dat is wel een melk. En dat doen ze natuurlijk slim, hè. Want het is nu gewoon keurig daar de Vries. Dan krijgen we 2 mannen van Bouw en Techniek. En dan zien we dus dat Bergsma als vooruitgeschoven pion komt. Terwijl we achterin zien dat er heel veel mannen in de problemen komen. Ja, er gaan verschillende mannen af. Dat zie je volgens mij lijkt het wel. De Italianen die eraf gaan. Aantal van Poort van Amsterdam. Ha, het is wel een dingetje. We gaan dus even dat allemaal rustig weer op rij zetten. Dat is Bob de Vries, maar die houdt de beentjes stil. En dan kan Remco Schouten de aansluitingstreffer gaan maken met dat peloton. En dan hebben we dus alles compleet. Maar er zijn een aantal die helemaal naar de KLOTEN zijn. Ja. Terwijl toch even iedereen gaat staan. En nu gaat er misschien weer wat gebeuren. Dus ik ben benieuwd. We gaan er altijd achter. Maar Niels die trekt nu even door. En dan gaan we... Ja, wat je zegt, de wedstrijd staat op kantelen. Dus als je nu fris genoeg bent om nu nog aan te vallen, dan ga je slag maken.
denk ik echt dat we een ronde kunnen pakken. Hè. Ik zie Robert Post weer aanvallen. Goede wedstrijd tot nu toe al. Het is alweer de zoveelste keer dat hij aanvalt. En gewoon zelf ook gaat. Hartstikke knap. Doet hij goed. Robert Post zit er ook al aan. Zit er echt niet aan te schudden. Ik heb al eerder in de uitzending verteld. Hij zal eens een keer doorheen moeten breken. Hij zal eens een keer een overwinning moeten hebben. En dan is het eigenlijk gedaan. Hij krijgt mee Christijn Arius. Frank Vreugdeweel meldt zich. Voeden Hekhoff meldt zich. Ook Simon Schouten. Niels Mezu. Jouke Hogeveen. Niels Overvoorde. Ook hij is er weer bij. Ja, dat is knap, hè. Knap. Nu al in het witte pak. Nu gaat hij alweer in de groep mee. Nou, als je zo'n overgang hebt van de B's naar de A's, ja, dan is het niveau bij de B's ook goed. Het valt me wel op dat er weinig B-rijders over zijn gegaan naar de A's. Dus dat is niet een supergoede ontwikkeling, want je wil natuurlijk meer, jongens. Maar het peloton staat nu heel stil buiten beeld. En ze hebben nu al 200 meter te pakken, dus het gaat nu echt snel. Ja, deze gaan op weg, ik voel aan mijn water dat deze gaan op weg gaan naar een ronde. Laat ik dan voor de zekerheid het allemaal even op gaan schrijven alvast. Ja. Want anders krijgen we gewoon de toestanden van vorige week. En stel je voor dat we nu erbij zijn. Hogeveen, ai! Dat is jammer. Ach, onze Jouke. Hij heeft een pijn zo gezien, hij heeft toch wel moeite. Even kijken naar hem. Ik heb dus één... Gewoon ook vanuit de kopgroep. Dus dat is wel sneu. Daarom is de samenwerking nu ook even iets minder in de kopgroep. Maar vanuit de peloton dus reactie. Hulkenvrienden, Jorin Bergman en daarachter is Mats Stoltenborg. We hebben dus aan de leiding Crispin Arians, Niels Mezu, Sjoerden Hertog, Simon Schouten, Robert Post, Niels Overvoorde, Frank Vreugdeweel, Bart de Vries. Daar zat eerst nog bij Jouke Hogeveen, maar die is gevallen. Ja, ja. Nu is de zaak voor om terug te komen. Nou zie ik in Bob al een moeilijke gas moeten geven. Het wordt al een beetje rood om het gezicht, dus ik krijg het zwaar, denk ik. In ieder geval die acht heenheden gaan we dat zien. En dat zou dus de eerste acht zijn die een ronde gaan pakken. We zien dat de pelotonleiding van Jorrit Bergsma, die gaat het ook proberen. We gaan op zoek naar het oranje. Het oranje van Holwerf zit achter in dat peloton. En lijkt dus of zijn krachten wat te gaan sparen of lijkt toch niet helemaal in shape te zijn op dit moment. Met het rondebord op 64 hebben we dus Bart de Vries, Sjoerden Hertog, Niels Mezu, Chris Benadio, Simon Schouten, Rode Post, Frank Vreugdeweel en Niels Overvoorde. Heel netjes. En in de achtervolging nu Mats, Jorrit, Bob de Vries en Bart Swings. En die willen wel terugkeren, want met name de jongens van Ewer die willen graag heen. Maar de jongens van Bouwtechniek kunnen nu profiteren. Jorrit Bergsma, Mats Stoltenborg, Marcel van Ham, Bart Swings en Bob de Vries. Dat zijn de mannen die in de achtervolging rijden op dit moment. Ja, Gary Heckman heeft weer de boot gemist. Ja, die heeft wat dat betreft dit seizoen te vaak nog de boot gemist. Ja, absoluut. Die moet nu vanuit het peloton moet die, echt geluk hebben als dit weer terugkomt. Dan heeft het niet in eigen hand. Voor natuurlijk wel, dat, en daarvoor is het bij die ploeg gehaald. Hè. Frank Vreugdeweel uit de schaduw van Heckman gaan komen. Dat die druk niet alleen bij AD Vakwerk bij Heckman ligt. Nee, klopt. En over Frank gesproken, die trekt nu flink aan in de kopgroep. En de achtervolgende groep die lijkt op dit moment te komen. Jorrit. Ja, maar ik denk ook, want nu ligt het bij gewoon Niels Overvoorde. Als ik dat zo bekijk, ze zijn wel eens dichterbij geweest. Volgens mij is de afstand tussen het peloton en de eerste kopgroep is 200 meter. Ze zijn al dichterbij geweest. En de volgende groep die lijkt wel dichter bij de eerste kopgroep te komen. Maar misschien kun jij dat zien in de rondetijden. Ik zal eens even de stap wat ze bij gaan nemen. We hebben de rondetijd van 30.1. We hebben hier het viertal in de achtervolging. Komen op 5.6. Dan gaan we kijken. Hier komt Holwerf. Ziet u niet in beeld. Die gaat over de lijn zien. Die het peloton aanvoert. En die zit dan op 12.0. Dat gaan we dus zien. Hier gaan we dus de kop van de koers zien. Dan zien we dat het tempo omhoog wordt gebracht. Daarachter ziet u de vier mensen die het willen gaan proberen. En dan bovenin, helemaal bovenin. Ja, nu uit beeld zagen we oranje van de leider in het algemeen klassement. De man van de Royal Ewer, Evert Holwerf. Ja, en je ziet die kopgroep, die tweede kopgroep, die wordt helemaal
gereden door Jorrit. Jorrit moet echt best wel even een gat geven, dus hij doet een jasje uit. Die heeft heel veel jasjes aan, dus nu voor de drie al uitgekleed is nu de mol. En dat zou betekenen dat we 12-1 hier in de leiding krijgen. Want we krijgen de aansluiting, we hebben inderdaad de 12. Nu met Jorrit Bergsma, Mats Stoltenborg, Bart Slinks en Bob de Vries komen erbij. We hebben 12 koplopers hier bij de AB Vakwerk Marathon in Heerenveen. Ja, dan zit Ewa nu met 3 man vertegenwoordigd en dan durven ze nu het wel aan. Ik denk dat Jillet nu zijn wijsvingertje van gaan zegt. En nu mag het wel. En die jongens van bouwtechniek ook geholpen. En nu 4 man van bouwtechniek in de kopgroep. En 2 man van OK Fashion. En dan hebben we het Elingen. Dat zal het zien. Neem het lijstje nog even met u door, dames en heren. Ook als u net ingeschakeld bent, 58 op het bord. We hebben een kopgroep van 12 met Robert Post, Bart Swings, Bob de Vries, Frank Vreugdenen, Chris van Ariens, Jorrit Bergsma, Mats Stoltenborg, Bart de Vries, Niels Messu, Sjoerd den Hertog, Niels Overvoorde en Simon Schouten. En hebben een 13 seconden voorsprong op de peloton, wat onder andere wordt aangevoerd hier door Erik-Jan Koorman. Inderdaad, samen met Roland Snoek. Ronald Kruijer, Alex Kuntin. Die proberen nog vooruit te komen, maar die rijden eigenlijk een 100 meter voor het peloton. En je ziet nu dat door toedoen van Bart Vink eigenlijk een heel veel kleiner hoor. Ja. Die is er net al op door Bart Vink, zegt heel makkelijk rijdt. Dan weten we dus dat we mannen hebben die dus een ronde gaan pakken. Vallend in de kopgroep, dat ziet u nu. Maar Jorrit Bergsma, die moet even afhaken. We hebben hier, zoals we al voorspeld, het wordt een chaos. En het begint ook langzaam een chaos te worden. Want zowel voorin als achterin zijn er mannen die helemaal naar de vangtjes zitten. Ja, inderdaad. Je ziet IJsterud gaat peloton controleren. En nu krijg je beeld dus van de kopgroep. We zien nu al die haring die afgeschakt is. En die gaat nu proberen het gat te dichten. En dan ziet hij dat er een gat valt. En dat zit nu na 50 meter. En dan moet je toch dicht zien te krijgen. Nou, dit is het punt. Hier zijn we even gerust. En kijk, hier zijn we aansluiting gemaakt. Ja, we zijn er aan met Bart de Vries, Niels Overvoorde, Simon Schouten, Sjoerd den Hertog, Niels Messu, Bob de Vries, Robert Post, Chris van Ariens, Frank Vreugdenhil en Bart Swings. Ja, nu aan het einde maakt ook Jorrit Markt weer contact met peloton samen met Mats Stoltenborg. Bergsma, Stoltenborg erbij. We hebben 12 mannen met 1 ronde voorsprong met het rondebord op 54. En ik kan u beloven dat het nog niet op is. Want we gaan meer mannen zien die een ronde willen pakken of zelfs 2 ronden gaan krijgen. En dan wordt de chaos compleet. Dat zou kunnen. Ik ben benieuwd hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. Douwe Vries probeert weer aan te vallen. Er gaat een bel. Tussenprint. En dat betekent dat het om geld gaat. Ik hoop het voor de jongens dat het een flink bedrag is, maar ik weet het niet. Het is wel sneu voor die kopgroep. Ja, die kunnen nu niet van mee profiteren. Kijk, als je in de kopgroep zat, dan ging de bel op de kopgroep. En nu is het, de kopgroep is in het peloton gekomen, dus iedereen kan weer meespringen. Ja, klopt. Kijk, Douwe Vries. Kijk, en daarachter Arjen Struttiger, die denkt, nou ja, ik zit niet in de kopgroep, dan sprint ik hier maar voor. Goed, dan ga je op geld. Kijk, en jou ook vol gast. Ah, ja, kijk ze. Geweldig. Echte sprinter die Jouke. Ja. Sjoerd den Hertog, Bob de Vries, Niels Messu, Bart Swings, Frank Vreugdenhil, Chris van Ariens, Robert Post, Niels Overvoorde, Simon Schouten, Jorrit Bergsma, Mats Stoltenborg en Bart de Vries. Dat zijn de 12 mannen aan de leiding. We zagen dus dat voor elkaar komen met Stutika, Hogeveen en Dijkstra die op weg gingen naar die premies. Nou, even wapenstilstand, iedereen kan even bijkomen. Dus Jouke die we aan gaat vallen. Oh nee, ik zie het verkeerd. Het is Timo. Timo van Kijk inderdaad gaat het daar doen. De man uit Gouda krijgt Evert Holderef met zich mee. Simon Schout in de contra-attack. Kaas Jansman in de contra-attack. Peloton opletten. Ja, ah, want voor je het weet ben je eraan, hè? Ja, kijk, dat gaat hard hoor. Als je erop let, dan wordt het gat alleen maar groot, hè? Kijk, Arjan Struttiger gaat in het peloton controleren. Dan laat Simon schuiven, hè? Dus dat is
Maar weer geen AW-vakwerkjongen erbij, hè? Nee. Is toch, dat moet niet, toch niet bij de boevenbrigade toch niet prettig zitten? Nee, ik weet niet hoe hun de witte wedstrijden aanvliegen, maar vaak is het beginnen ze al vanaf de eerste ronde te verdedigen. En nou, als je de hele wedstrijd moet verdedigen, dan weet je zeker dat dat misgaat. Dan weet je een aanvallend rijden, dan gaat het een keer mis. Maar kijk, dan gaan ze een treintje ontwikkelen om Gary te lanceren, AB Vakwerk. Ja, daar dat gaat is natuurlijk te laat, kost veel energie en het is zonde. Kijk, nu gaan ze met z'n drieën, Gary mist de aansluiting en nou is het effect ook alweer. Holwerf, Berga, Verkijk, Kaas Jansma, Remco Schouten, Daniel Nero, Jouke Hogeveen. Dat zijn de mannen die het willen gaan proberen. Daniel Nero is van AB Vakwerk die vooruitgeschoven wordt. Ja, die krijgt dat gat dan niet dicht richting de ontkennende Holwerf. Kijken of Berga over gaat nemen. Dat doet hij 1, 2, 3 niet. Maar we zien wel dat het gaat gebeuren nu. Dat het ook met Simon Schouten is. Ja. De jongens van Bouw en Techniek zitten eigenlijk ook een beetje te slapen. Hè? De jongens van AB Vakwerk gaan dichtrijden. En daar gaan ze mooi van kunnen profiteren, maar ze zijn te laat. Ze zijn absoluut te laat. Dat betekent wel dat Simon Schouten dus op weg gaat, als dat zo lijkt, naar zijn tweede ronde. Dan lijkt het wel op, ja zeker. Dus even er allemaal weer bij zijn, want dat is het lastige natuurlijk. Ja, dat je even op moet letten, maar het is Simon Schouten die op weg gaat naar zijn tweede ronde. Ja, en Sjoerd en Hertog gaat hij een ronde. Sjoerd en Hertog heeft ook een ronde. Ja, die is ook slim bezig hoor. Het is, die man moet je ook in de gaten houden. En ik weet niet of Chris Pijn er ook nog tussen zit. Nee, het is Ingmar volgens mij aan de stijltje. Ja, dat zijn is Ingmar Berga die daar voor in zit. Ik probeer het een en ander even op te krijgen. Heel goed. Ik bedoel, heeft die trek gewoon door, zie ik. En die gaat niet afwachten. Die valt er waarschijnlijk van dat hij niet in de eerste kopgroep zat. Nee, die heeft daar duidelijk de P over in. Alhoewel hij natuurlijk ook die ploeggenoten heeft. Dus wat dat betreft hoeft hij zich niet al te veel zorgen te maken. De peloton is nu compleet. En AB Vakwerk voert dat aan. En die willen dit gat dichten. Maar ik ben benieuwd. Nero valt nu uit de kopgroep. Dus dat belang is nu ook nog weg. Dus dan moeten ze aan de bak. En opmerken dus dat we ook zien nieuws over voor de, al beginnen in de uitzending al gezegd, een man die in het wit rijdt, die dus opmerkelijk prachtig mooie start krijgt van het seizoen en zich weer meldt. Ja, zie je hem de kopgroep? Niels Overvoorde zit in het peloton, ik zag hem nu net gaan. Maar dan wel heel knap dat hij in de kopgroep zat. De tweede kopgroep zit hij nog niet bij. We zien dus dat we zien dat Ingmar Berghaas opoffert voor daar Sjoerd en Hertog. Dat is een man die ook een ronde heeft. We zien dus dat Holwerf dat in principe doet voor Schouten. Maar ze komen niet weg. Omdat we ook kunnen zien dat het Bart Mol is die daar goede werkzaamheden verricht. Klopt, en Remco Schouten zit er voorin van Bouw en Techniek. Die heeft geen ronde, dus die houdt een boel tegen. Dus dan is de samenwerking natuurlijk ook minder goed. En Ruud Dijkstra, de man met 80, ook achter de rug van Bart Mol bezig met herstelwerkzaamheden. Ja, de kopgroep is bijgehaald, dat kunnen we wel stellen. Jos van Daan is toch blijven aanvallen. Die wil ook nog gewoon gepakt met Tiener. Tiener is altijd iemand die slim rijdt en makkelijk rijdt. Ik jou ook achter zien. Ook een nieuws machine natuurlijk namens AB Transport die daar keurig bij zit. Ja, goed. Nou, zo'n weer gesloten peloton. We gaan zien wat er gebeurt. Ja, kijk, we zaten een beetje in de vaart in de weg gereden door Bart Mol. Jorik Bensma zet wel aan. Dus even opletten. Dat is inderdaad opletten. Je kunt even niet verzaken, want dan ben je eraan, hè? Nee, kijk. Nou gaat Jorik gaat mee, Erik Jan gaat. En de jongens van OK die worden geholpen door de opleidingsploeg. Lijkt het. Mag officieel natuurlijk niet, hè? Ja, mag officieel niet, maar dat moet dan wel geconstateerd worden en dat soort zaken. Ja, klopt. En dat zijn van die regels, ja, dat is... Ja. Dat is altijd lastig, want ja, natuurlijk zal in dit geval Ruud Dijkstra zeggen, ja, ik zat er van mijn eigen plan, ik wil er ook net mee doen. Maar het komt er heel toevallig uit dat er dan iemand van OK Fashion achter zit natuurlijk. Daar kun je niks aan doen. Nee. Dat gebeurt dan zomaar eens even. Ja. Dus eventjes, voor als u net bent ingeschakeld, we hebben op rondebord 41 hebben we 12 man met een ronde voorsprong. Jorrit Bergsma, Bart Swings, Crispin Ariens, Niels Musu, Robert Post, Bob de Vries, Mats Stoltenborg, Frank Vreugdeneel, Simon Schouten, Bart de Vries, Sjoerd en Hertog en Niels Overvoorde. Dat zijn de 12 mannen die hier het mooie weer hebben gespeeld tot dusver. We hebben de wedstrijd mooi hard gemaakt. We hebben diverse uitlooppogingen gezien, maar dit was dus de groep.
dit was de goede. En nu nog 40 ronden te doen. En nu is het een beetje lastig. Het kan nu dus nog een keer vallen dat er nog een kopgroep valt. Maar dan moet het nu wel gaan gebeuren. Want anders is het straks te kort dag voor de finale. Nou, dan gaat het niet meer lukken. Dan gaat het niet meer lukken. Dan is het het spel van de 12. Dan is het wel makkelijk. Dan weet ik in ieder geval dat ze, wanneer het rondebord op 10 staat, voor plek 13 de bel krijgen. Dat is dan in ieder geval zeker. Misschien gaat dat nu wel gebeuren. Let op. Chris Pijn die rijdt door. Simon zit er weer bij. Muzie zit daarbij. Ja, opvallende naam is dat Bart Vinks niet in de kopgroep zit. Dorrit Bergsma zit achter in dat peloton. Die lijkt dan ook de slag even te missen. Ja, Bob de Vries zit voorin. Erik en Koeman trekt nu door. Alexi Contain met Douwe de Vries. En de Kruijer in de achtervolging. Oh, dat zijn mannen die op dit moment nog geen gevaar opleveren. Op dit moment nog niet. Nee, maar kijk, dit gat is nu 50 meter. En de jongens van Bouw en Techniek moeten nu aan de bak. Want anders komt Svenk niet in voorin. Adius en Schouten zitten in de eerste groep. Dat zijn mannen die dus een ronde hebben. En Bob de Vries ook. Hè. Robert Post heeft ook een ronde. Die zitten wel. Sjoerd en Hertog zitten weer. Kijk, hier heb je Jordi Harding die gas moet geven. Bart de Vries, handen op knieën. En we zien dus dat het peloton er komt nu de bocht uitrijden. Je kunt nu zien dat de mannen van Bouw en Techniek proberen dat gat te gaan dichten. Dat doen ze dus met z'n drieën. Holwerf werkt daar ook wel in mee. Jansma werkt er mee. Dan, valpartij. Bart de Vries die helaas ten val is gekomen. En dat betekent dat een man die een ronde voorsprong had. Hè? Ja. Bart de Vries. En we hadden er 12. En hebben we nu nog 11. Oi. Kijk, dat is erg sneu voor de man die een ronde voorsprong heeft, Bart de Vries. Die dus uit de kopgroep letterlijk valt. Ja. En hij gaat, dus, ja, hij gaat zo weer aansluiten in de kopgroep, maar dan heeft hij ronde achterstand. Dan is hij voorsprong kwijt. Voorsprong kwijt. Met het rondebord op 35. En we gaan weer zien dat de mannen van... Kooijman gaat er weer tegenaan hoor. De man die kan het niet te houden. Nee, Kooijman is helemaal omketend. We weten dus dat hij er absoluut zin in. Alexi Contain die daar ook achterin gaat proberen het een en het ander op te gaan schudden. Dan zien we dat de achterrijd met 25 daar Remco Schouten. Daarachter Frank Vreugdeheel, Bob de Vries sluit eraan. Sjoerd en Hertog gaat aansluiten. Jan Blokhuizen gaat nog even proberen aan te sluiten. Die denkt, dit is een mooi groepje. Daar moet ik bij zijn. Voorin altijd even stil. Daarachter. Nou, als ze nu toch weer even gas geven. Een beetje samenwerken. Dan komen ze toch wel een heel eind hoor. Ja, we hebben daar dus ook keurig voorbij rijden. Want dat is mooi. Met Jan Blokhuizen meldt ze daar ook voor in. We weten natuurlijk ook Luc de Haar, Bart de Vries, Ronald Kruijer, Erik-Jan Kooijman. Iemand Berger, dat zijn allemaal mannen die het allemaal willen gaan proberen, maar voorin is het te doen. En het is toch wel de man van Oké Fashion and Jeans die hier heel attent rijdt, hè? Sjoerd en Hertog. Ja, die is slim. Net zoals Bob de Vries, die zit er ook weer bij. Die heeft twee ronden. Frank Vreugdeheel zit erbij. Twee ronden. We missen een heel aantal mensen die missen nu de slaap. Ja, absoluut. We weten dus dat we dat voor elkaar gaan krijgen. We weten ook dat Stoltenborg daar keurig voorop staat. Ook hij heeft een ronde. Ja, absoluut. Dus we hebben vanuit de mannen die hier rijden, hebben we dus vier mannen die dat doen. Hier is een man die een ronde heeft, Frank Vreugdeheel. De man van AB Vakwerk, de man in het groen. Heeft dus al één ronde voorsprong. Daarachter komt de reactie van de mannen van Bouw en Techniek. Remco Schouten probeert de oversteek te maken. Daarachter weer Bob de Vries die daarheen gaat. En dan gaat er een man tussen zitten. Ja, dat is een... Voor Remco gaat Jordi Harding nog een stukje rijden. Ja, Remco Schouten is de man even op mijn boodschappenlijst kijkt die nog geen ronde voorsprong heeft. Nee, klopt. Dus als hij een ronde voorsprong zou komen, dan zal hij dus op de 11e plaats gaan rijden. Ja, klopt. En de man die dus aan de leiding gaat, dat is met 69 nu in uw beeld in het groen, Frank Vreugdeheel, die gaat op weg naar zijn tweede ronde. Ja. Als je dus de hele keper bij elkaar kijkt, het hele circus, dan is hij de leider in de wedstrijd. Ja, absoluut. Ertussen zit dan Jordi Haring, maar die is net een ronde laten lopen. Die ligt nu op achterstand. En dan heb je Remco Schouten, die heeft nog geen ronde. En die hebben inmiddels zo'n 75 meter voor een peloton. Peloton waar we aan de buitenkant daar buiten beeld zien, dan gaat hij zo met het rondebord op 30 zien.
dat het oranje zich gaat melden. En dat is dan Evert Holwerf namens Royal Ewer gaat zich daar melden. Maar dat is meer in een controlerende rol op een man van OK Fashion & Jeans. Ook dat komt nu weer bij elkaar. We houden de situatie dat we 11 mannen hebben met een ronde voorsprong. Ja, inderdaad. Nou is het nog maar 30 ronden, dus ik ben benieuwd. Maar ik denk dat het nu bij elkaar blijft en dat er nu zo de finale mag gereden worden. En we weten dat we in die kopgroep van 11, het was eigenlijk een kopgroep van 13. Jouke Hogeveen, die we net even in beeld zagen, die viel er als eerst uit. Echt viel. En we zagen ook via zijn val dat Bart de Vries eruit viel. En daarvoor houden we die 11 over. Als u net binnenkomt lopen in de huiskamer, prima. Dan is het allemaal voor elkaar. Dan weet u wel dat u niet meer weg moet gaan lopen. Kan ik u vertellen dat we een kopgroep hebben van 11 mannen. Die hebben een ronde voorsprong met Jorrit Bergsma, Mats Stoltenborg, Christijn Ariens, Bart Swings, Robert Post, Simon Schouten, Frank Vreugdeneel, Bob de Vries, Sjoerd den Hertog, Niels Messu en de man in de witte trui, Niels Overvoorde. Nou, Simon Schouten die legt zich nog niet neer. Die wil nog wat onderhalen. Die gaat weer in de aanval. Krijgt dan inderdaad Van de Geest gaat mee. We hebben daar ook gewoon bij Timo van Kijk en Douwe de Vries. En ook Jan Blokhuizen, nu in beeld. Ja. Probeert daarbij te doen. Dus als de situatie blijft zoals die nu is, is er maar één man die hier garen bij spint in deze wedstrijd. Simon en die Schouten. Zou dan het hele Schouten gebeuren, want zijn zusje won hier. Zal geweldig zijn, magistraal om dat te zien. Het is natuurlijk ook heel aandoenlijk om dat vorige week te zien in de beelden. Ja, dat de moeder Schouten was. Dat, en prachtige mooie momenten. Ja. Altijd bij de banen aanwezig waren ze en zijn ze. En dan gaan we dat zien. Willem Holwerf junior. Hij moet de kooltjes uit het vuur halen voor Frank Vreugdeneel. Nou, maar voorin is de samenwerking heel aardig. De jongens van Daan Westerhof proberen te profiteren. En Jan Blokhuizen gaat nu de kop overnemen. Luc de Haar ook, Luc die daar voorin zich weer te melden. Ook een inline skater, die wereldkampioen is geworden in discipline daar met de gebroeders Mulder in de voetenachtervolging, in de relay, helemaal geweldig. Maar voorlopig gaan we die twee mannen zien, daar van de Haan Westerhof, de man van Royal Ewer. We hebben Jan Blokhuizen en we hebben de man van Lotto Jumbo Douwe de Vries. En als de situatie blijft zoals die is, zoals we dat geleerd hebben, dan zal straks het rondebord, wanneer het op 11 gaat komen, gaat er een bel komen voor het peloton en die rijdt dan vanaf de 12e stek. Ja, dan hebben we 10 rondes voor de koplopers. Dan hebben we dus nog 10 ronden met 11 mannen. Dat kan heel mooi worden. Als het zo is zoals het is. Ja. En dan hebben we 3 man van Ewer in de kopgroep en 3 man van Brown Techniek in de kopgroep met een paar trains erbij. Die wil Ewer straks zien kwijt te raken. Ja, en dan hebben we Chris van Arius en Sjoerd den Hertog. Ja, dat is ook een levensgevaarlijke kop. Ja, die jongens kunnen profiteren. Stel je voor, we hadden het over Niels Overvoorde, dat die nou in zijn eentje weg, dan gaat iedereen dat gevaar niet onderkennen. En dan kan hij zomaar hele gekke dingen gaan doen. Maar dat kan Frank ook, hè. Frank is net een man, hè. Frank slimme jongen. Maar je zit alleen. Ja, maar daarom, je kan profiteren. Hè? Ik denk dat die jongens van Bouwentechniek en Ewer naar elkaar gaan zitten kijken. We gaan het allemaal meemaken. We gaan het allemaal beleven. Want als je nog een plasje moet plegen, dan zal ik het nu nog even doen. Ja, kan nu nog. Jorrit gaat toch weer weggas geven. Gaan het zien. Jorrit Bellesma die dus alleen op avontuur gaat, maar... De Vlaanderen gaat erachteraan. Hè. Mooi, kijk eens hoe prachtig dat doet. Zo makkelijk schaatsen, jongen. Dat is echt heel prachtig om te zien. Bart Swings, de Vries die daarachter zit. En we hebben daar keurig ook weer de Hertog in mijn waarneming bij. Zo geweldig, mooi attent. Ja, jongen die is leep. Weinig inspanning probeert te leveren. Overal mee te proberen te zitten. Dus doet hij goed. Man met gochme. Ook met 22 meldt zich daar Johan Knol. Goed, die heeft geen ronde, Johan Knol. Hij rijdt dus virtueel, zoals het allemaal zo mooi zou kunnen zijn. Rijdt hij dan virtueel op de 12e plaats. Ja. Johan Knol, Bart Mol, Erik Jan Kormen, Ingmar Bergen, Ronald Kruijer, Ruud Dijkstra, Bart van der Vlucht, Kevin Hoekstra. Dat zijn allemaal mannen die zich voorin dat peloton weten te nestelen en nog 21 ronden te doen. Ja, 10 rondes voor hun, hè, voor het peloton. Dus dan kan de bel over 10 rondes komen. Dus dan kunnen ze dan afsprinten. Kormen met Stoltenborg. Daar de OK Fashion & Jeans Brigade. Daarachter zit Muzu. Ze staan wat te kijken. Ariens,
wie kijk, weet. Kijk, Sven gaat aanvallen. Sven die denkt, nou, even op kop, even een mooi wat rondjes rijden. Nou, hier Sven Kramer. Nou, het hele publiek, het stadion in extase. U hoort het. En wie gaat er achteraan? Ach, dat is zo gezellig, ze kennen elkaar, hè. We weten dat Jorrit Bergman denkt, ah, Sven, jongen, dat gaan we dus niet doen, hè. Sven denkt, ho, jongens, ik doe ook mee op de 5 en de 10 kilometer. We kennen elkaar, toch? Laten we met z'n drieën gaan doen. Ja. Hekman denkt, nou, nu is het misschien ook wel handig om mij in de kijker te gaan rijden. Dan is het ook wel handig bij die grote namen. Ik ga ook meedoen. En die heeft dan Frank Vreugde op de trekhaak. Dat is slim, hè. Aan de dienst van Frank gaan rijden, dat zou worden. Dus van dit groepje zijn het op dit moment dus Swings, Vreugdenhil en Bergma die dus al een ronde voorsprong hebben met nog 19 ronden te doen. Maar ook deze sloopwerkzaamheden zijn niet gebeurd. En dan is het Kramer die nog een keer een turfje erbij gooit zoals Andries Nieuwenhuis dat zou zeggen. De man van Lotto Jumbo en dan is het gewoon wederom erbij komen. En dan is het kijken. En dan kijkt hij daar gewoon in de mooie blauwe oogjes van Robert Post. En dan denkt Sven Kramer, ja, het is mooi, maar dat gaan we niet doen. Komt hij? Nou, misschien komt ze toch een afsplitsing. Bob de Vries? Ewenhout peloton een beetje tegen, die stopt het een beetje af. En dan mag Bob en Jorrit mogen natuurlijk weer vooruit. We zien Chris Pijnarens voorin, we zien Robert Post voorin, Simon Schouten voorin. Goed en het toch. Frank Vreugdeel, allemaal jongens die twee rondes hebben. Iedereen is attent. Eén ronde. Sorry. Je gaat weggaan naar de tweede ronde, als ik kom in mensen huiskamer binnen. Oeh, de tweede ronde, hoe kan dat dan? Nee, mijn fout. Nee, de tweede ronde. We zien het jongste veulen. Bart Holwerf, die zijn werkzaamheden heeft gedaan voor een keer Fashion and Yeast. Ook opmerkelijk. Zo vanaf de B-shop, oké, gaan we doen met de A's. En hij blijft dan wel zijn werk uitsteken doen. We zien wel weer een afscheidingsbeweging. Het is toch wel leuk. Dus zeg maar, jury technisch weet ik dat het nu wat sneekdruppeltjes zijn in de jurykamer. Maar het zou toch niet dat ze nu dat allemaal voor elkaar gaan krijgen. En dan moeten we op het laatste moment weer een beslissing gaan nemen. Nou, we kunnen opgelucht ademhalen, want we zien dat de samenwerking in die kopgroep die nu ontstaat niet, zeg maar, geweldig is. Nee. Ah, kijk, Jorrit zet toch weer aan. Swings is Jorrit Bergsma, Bart Swings. Ja, die probeert Swings een beetje te slopen. Hoe meer ze dat hebben gedaan, hoe beter het, hoe gunstig het voor ze is. Ja, maar we kennen Bart Swings. Bart Swings zou zeggen, ik heb goesting. En Swart Swings is wel een man die de wedstrijd in Amsterdam nog wel in zijn hoofd heeft. Die wil eigenlijk hier het een en ander wel voor elkaar gaan doen. Ja, klopt. Ah, dat is een vervelende luis in de pijl straks voor even als bouwtechnieken bij elkaar weten houden en Swings weten te lanceren. Dan wil ik dat wel eens zien wie daar gaat winnen. Ronde Mort staat op 15 en dat houdt dus in dat het peloton zich langzaam op kan maken voor de sprint voor de 12e plaats. En dat is opmerkelijk. Want dan weten we dus dat er gesprint gaat worden straks. Maar dat zijn meestal ook momenten of dat er valpartijen komen van mensen uit de kopgroep. Of dat er mensen uit de kopgroep weg willen rijden. Ja, dat is de oude Indianen-truc. Ja, zoals we die kennen. Als we flink voorin zitten in het peloton. En het peloton sprint af en dan in eentje door. Nou ja, dan moet je wel 10 ronden zelf brullen. Dus dat is wel een pittige truc. Maar het kan gebeuren. De oude Indianen-truc. Ja, Bert-Jan van der Ven is er twee keer Nederlands kampioen mee geworden. Dus dat is heel slim, hoor. We gaan zien dat we een man uit de stal van Lotto Jumbo zien die op avonturen gaat kijken. En hij gaat proberen, of is man van Skate Verre? Oh, niet enthousiast, Skate Verre. Het is allemaal geel en zwart, hè. Even weer wennen. En daar komt de Nooievaar, hè. Want zo noem ik hem ook met die typische slag. Kijk, daar komt hij, hè. De man, de lange adem, zijn Twitternaam gisteren van de week alweer opgenoemd op tv. Hartstikke goed, met Jouke Hogeveen. Ja, rijdt voor 12e plek in de wedstrijd. Jouke gaat voor de 12e plek en zou ervan balen, want hij zat in die kopgroep als hij geen valpartij had gehad, hè? Klopt, ja. Derry Hekman die rijdt nu in dienst van Frank Vreugdeel en die houdt de tempo gewoon stabiel. Ja, en zal misschien nog een poging gaan wagen om op 12e te gaan worden. En dat zou dan goed zijn. Maar Hogeveen, ja, die hoef je zo'n wedstrijd niet te geven, want die weet, hey, het wonderbord staat dan op 12. Ja, en dan ga ik gas geven. En de jongen van Skate for Air, die heeft nu hoeft aan lucht, zoals ze het al mogen zeggen. Het is wel mooi te zien om buiten beeld. Nu zijn er allerlei scheidsrechters en juryleden die nu bij Egbert Le Gros gaan vertellen. Van Egbert, jij bent de man van de bel. Nou, zeg Egbert, dat doe ik al 100 jaar, dat je niet vergeet straks te bellen. En nu Ruud Bos komt er nu bij, want ja, na vorige week willen ze dus weten dat er wel goed gebeld gaat worden. Ja, absoluut. Ik kan u beloven, let op, hè. U gaat het zo horen. Kijk. Ja. Daar is hij al. Heel goed. Is de bel. Jouke, die gaat er gewoon voor. Die wil die 12e plek halen.
Jouke Hogeveen op weg naar de 12e plek. Bart de Vries gaat ook proberen de aansluiting te doen. Kijk, allemaal de handjes daar op die boarding. En dan is het een mooie strijd. Dit is de man die dus in die kopgroep zat. De man die viel. De man die achter rijdt, zat ook in die kopgroep. Is ook gevallen. Beide mannen dus niet. En die gaan dus doen. Maar we zien Blokhuis er ook buitenom gaan komen. Ja, dan gaan we zien Roland Kruijer achter, nog. Roland Kruijer gaat nu binnendoor. De Jouke Hogeveen. Die gaat om Jouke Hogeveen heen. Ja. Van Kruijer. Ronald Kruijer wordt 12e. Arjan Stoetinga 13e. Jan Blokhuizen 14e. Kevin Hoekstra 15. Bart de Vries 16. Jouke Hogeveen 17. Evert Holwerf 18. Douwe de Vries 19. En Olivier Jean 20. Ja, en nu is kijken geblazen. Hè. Kijk, als Jorrit gaat al. Dan moeten ze erbij zijn. Met Christijn Ariens. Dat zijn de eerste twee mannen die dat gaan doen. Het wordt een mooi en geweldig mooi spel wat we hiermee gaan maken met nog regenronden te doen. Ja. Stoltenborg, Frank Vreugdenheel. Dat zijn de twee mannen die binnendoor gaan steken. Bergsma, Ariens schuiven in. Daar achter op de vijfde positie is het Sjoerd Den Hettel. Mats die neemt het tempo nu op zich. En ik denk dat Mats denkt van nou, als ik mijn 10 kilometer tempo aanhoud, dan komt niemand hier weg. Met Mats bedoelen we Mats Stoltenborg. Voor jou natuurlijk bekend omdat jij die man op de massagetafel kijkt. Maar voor de mensen thuis zijn er misschien wel geen Mats. Ja, nee, niet Mats. Gewoon Mats Stoltenborg. Heel goed. We gaan kijken. Vreugdenheel. We gingen ook daar Ariens. Al op het podium twee keer. Wil eigenlijk ook wel gaan winnen hier. Al die mannen willen wel gaan winnen. Wat dacht je dan van die geweldige nieuws over Voorde? Ook hij, dan met het blauwe nummer, hè? Het blauwe nummer. Ja. Vorig jaar gewoon bij de belofte. Had niet gedroomd dat hij in Tielof bij de AB Vakwerk Marathon bij de koplopers zal gaan behoren. Ja. Hij is het zwaar, zie ik. Hij hangt achteraan. Hij had zo net in het peloton, hing de hele tijd achteraan. Hij is heel blij dat hij het leven nog heeft hier. Het is Bob de Vries die je gast gaat geven over het leven. Dan is het daar Frank Vreugdenheel. Twee ervaren rijders. Dan gaan we dat allemaal meezien. Ariens zegt tegen de man daar rijdend van Bouw en Techniek. Ga jij dat gaatje maar dichtrijden. Dan is het Vreugdenheel die weer overneemt. Frank Vreugdenheel. Dan is het keurige Bob de Vries voor elkaar. We zijn met vier man los. Maar vertrouwen ze Bob. Ik weet het niet, Chris Pijn is al echt snel, hè? En Frank is ook nog wel snel, dus ik weet niet of ze hierop vertrouwen. Mats Stoltenborg die dat doen. Vier man, Bergsma en Schouten wachten. Den Hertog zit in de wachtstand. Nussu zit in de wachtstand. Ook Post zit in de wachtstand. Het is houden of weggeven. Ja, klopt. En we zagen net Chris Pijn afgeven voorin. Wordt niet hard doorgereden, hoor. Vreugdenheel is rap. Ja. Was rap is rap. Ja. Ariens is rap. Durf ze aan. Ja. Frank gaat het tempo ontwikkelen. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. We rijden nu op 75 meter voorsprong van een andere groep. Ja. En wat gaat er in de hoofd rond van de mannen van Royal Ewe? Staan rechtop. Ze hebben denk ik de gevaarlijkste man die voor hun er is op dit moment uitgeschakeld. Ja. En dat is Sjoerd Den Hertog. Die hebben ze dus gewoon in het hok. Ja, en Den Hertog hebben ze ook in het hok nu zitten. En Post hebben ze in het hok zitten. Dus dit is gunstig, maar voorin wordt niet doorgereden, hoor. Nee. Dat was de kans, dan zou je toch door moeten. En let op, Niels Messieu gaat nu de oversteek maken. Die wil naar voren. Die Ariens. Zit er als één, die wil ook mee naar voren. Kijk, daar gaat hij. Vier ronden nog te doen, Ariens daar met Vreugdenheel. En niemand reageert op Niels. Niels gaat zo de oversteek maken. Niels Messieu, de man van AB Transport. Dat is dan weer de satellietploeg van Royal Ewe. Dus die zou nog wat kunnen gaan betekenen. Dat mag dan niet, maar die zou toevallig gaat hij dan voorop gaan rijden. Heb je dat toevallig, hè? Let op Niels. Niels gaat zo binnen doorsteken en één keer eroverheen zetten. Niels Messieu, dat zal wel zijn voor die ziel. Hij kijkt. Drie ronden. Kijk. Gaat hij. Hoppakee. Vreugdenheel erachter. Moet een jasje weer uitdoen. De Vries is er daar, Stoltenberg. Ook hij moet een jasje uitdoen. Ariens makkelijk. En daarachter sluit Robert Post aan. Kijk. En dan Sjoerd Den Hertog. En dat Den Hertog die daar een klein missetje maakt. Maar dan is het Robert Post die nu losgaat. En we zien dat Vreugdenheel het niet meer kan doen. Dan is het daar gewoon. Post gaat nu vol. Sjoerd Den Hertog. Die neemt niet over. We gaan er rustig aan staan. We gaan er zijn nog twee ronden zo te gaan. Twee ronden zijn er nog Post te gaan. Post gaat er vol voor, jongens. Robert Post is er vol voor. En je moet wel nu rustig blijven.
We gaan zien, want jij bent fysiotherapeut van Robert Post. Er staat hier mensen thuis, zit iemand in wat te zweten, te hyperventileren naast me. Robert Post gaat het doen. Gaat op weg naar de bel. Daar is afstapwerk van Stoltenberg. Daar is een touché met Bob de Vries. Dan is het Christen Arius die het gaat proberen. Robert Post krijgt dus nu op dit moment de bel voor de laatste ronde. Iedereen staat hier in het Tuafuisstadion in Heerenveen met de AB-vakwerkmarathon. En dan is het Bob de Vries die erbij komt en dan lijkt hij het niet te gaan houden. Is Arius op de trekhaak bij Bob de Vries? Ja, dat is Robert Post. Robert Post die dat helemaal voor elkaar probeert te krijgen. Is het daar buitenom? Gaan we zien. De arrestatiebevel is uitgevoerd. We krijgen hier gewoon daar Bob de Vries. En dan is het in een zetel Crispijn Arius. De man ook heeft geen zin in dienst. Die moet het nu gaan afmaken. Crispijn Arius, de man uit Wolvega. Ja, die staat tweede in het algemeen klassement met een magistrale overwinning. Oeh, ja. Het is daar Arius voor Bob de Vries. Frank Vreugdeneel wordt dan derde. Bart Swings vierde. Simon Schouten vijf. Maat Stoltenborg 6, Robert Post 7, Sjoerden Hertog 8, we hebben Nieuws Overvoorde 9, we hebben Jorik Bergsma 10 en Nieuws Missie 11, officieel hè. Kijk hier op die sprint. Nog eenmaal en dan zie je dus. Ja, ze zien Crispijn gaat het hier afmaken. Bob de Vries die daar nog even binnen. Kijk, ja. Nog even binnen door. Dat doet, ze maken elkaar het even moeilijk. Ja, maar ze hebben gewoon gegokt op Bob de Vries. Het is wel mooi dat de city manager van de stad Heerenveen, dat is dan Peter de Vries, die dan. Die kan direct in de stad vertellen, we hebben weer een extra feest. Kijk hem blij zijn. Hartstikke goed. Dat is mooi. Dat is echt mooi, hè? Gun die man dat ook. Heeft gewoon een geweldig seizoen op dit moment. Ja, optimaal geprofiteerd van de overmacht van Bob van Ewer en van Bouwtechniek. Heeft zich niet verstopt, is niet lui geweest.